als ik eventjes toega naar de scorebord, er staat nog steeds 5-0 op het scorebord. Je knipperde met je ogen en er stond 3-0. Ja. Klopt, ja, we hadden een goede openingsfase waarin we er kort op zaten, snelle aanvallen. Een beetje bij het eerste goal werden we een beetje in zadel geholpen met een afstandsschot die met een goede stuiter erin, laat ik het zo zeggen. En daarna maken we nog twee hele goede goals. Twee met ook goals. Nog een blunder van de doelverdediger, die was toch wel duidelijk, die 2-0. Maar de 2-0, ja, nou ja, de aanval was goed en uiteindelijk de goal zit er gewoon goed in. En je brengt jezelf in een zadel. En als je, nou wat is het, 11 minuten zeg ik, 12 minuten, sta je 3-0 voor. Dus, ja, en dan kreeg het Howard toch het betere van het spel. Ja, bij voetbal is het zo, je moet geluk hebben. Ja, je moet geluk hebben, geluk afdwingen, wat zal het zijn. Maar inderdaad, we hebben op een gegeven moment, na een minuut of 25, kreeg Hout het beter van het spel. We hebben ze ook het spel laten maken, waardoor we probeerden ruimte te creëren op hun eigen helft. Dus het was een bewuste keuze van ons om dat te doen. Het duurde lang voordat de vierde erin ging, dat was vlak voor rust. Ja, dat maakte de aanvoerder. Ja. En die, dat was eigenlijk ook weer, toch met Basje Aden, Koster en Woudenberg, die twee, je haalt ze uit elkaar. Maar dat waren de mensen die erg productief waren in het doelpunt te maken. En waarom haal je ze dan uit elkaar? Ja, er zijn soms tactische keuzes, zeker in de tweede helft. We hebben ook genoeg kwaliteit op de bank zitten. Max Keizers werd er gezegd, maar ik zag weinig goede dingen van hem. Ja, nou, zoals ik al eerder een keer aan heb gegeven, is dat het zijn twee verschillende soorten spelers. Je moet ze daar ook op beoordelen. We hadden inderdaad wat diepte eruit. Niels had het goed gedaan, hij heeft 3 assists gegeven. Op een uur vind ik wel dat het rijp is ook om dan soms te wisselen. Soms moet je als trainer ook wat willen, want ja, misschien is Niels er een keer niet en dan moet je het ook anders in gaan vullen. Toen op een gegeven moment werd Basje en Adriaan uit elkaar gehaald. Niels, je moest naar zijn kant en jij kreeg Max Keizer achter je staan. Ja. Toen kwam er weinig niks meer uit. Nou ja, we waren allemaal kapot, moe, gebroken. We hadden hard gewerkt met z'n allen. Ik had dat al gezegd, Niels Koster, Basje en Adriaan, Jurre Woudenberg en Niels Koster. Hij haalt ze uit elkaar en het zakte een klein beetje in bij FC Medemblik. Ja, het was een beetje op denk ik. De snelheid voor hem was minder. En, uur voetballen, dan moet je er echt uit. Nou, dat niet. Ik was nog wel fit om verder te spelen, maar dat zijn keuzes van de trainer. Ja, Max Keizer kwam erin, dus werd er op de tribune gezet daar tegen mij van, nou, die is net zo goed als Niels Koster. Nou, hij kwam er niet uit. Nee, normaal zeker weten een goede voetballer. We weten allemaal dat hij het kan. Nou, misschien kwam het in deze wedstrijd niet uit, maar voetballer kan niet goed. Dus dat is ook belangrijk dat de meeste jongens ook speelminuten krijgen. Ja, hilariteit op de tribune. Jaap Zwaan kwam erin. 41 jaar. Volgens mij tikt hij de 42 inderdaad aan. Ja, klopt. Door blessures waren we genoodzaakt om zelfs Jaap in te brengen. Maar net de kort daarvoor hadden we de derde wissel gebruikt. Ja, ik had er niet meer. Behalve Jaap dus. En Robert Zwaan raakte goed geblesseerd. Die moesten we vervangen. En er kwam zijn neef erop. Dus dat is mooi. Dat is een teamspirit. Ja. Ik zei het al eerder tegen je. Ja, je knippen met je ogen en er stond 3-0. Hè? Ja. Ja, 11 minuutjes hè, was het en 3-0. Ja, dan weet je dat je een hele verloren partij eigenlijk al speelt. En dan moet ik wel de ploeg even goed een compliment geven hoe we daarna eigenlijk de eerste helft nog verder gevoetbald hebben. Alleen, weet je, zij schieten er van de 3 kansen, schieten zij er 3 in. En wij hebben ook even goed wat kansjes gehad en wij schieten er geen 1 in. En, ja, bij voetbal geluk hè? Ja, je moet een stukje geluk hebben, alleen soms moet je het geluk ook wel eens afdwingen. Ja. En dat is vandaag eigenlijk niet gebeurd. Nou, het tweede doelpunt was een duidelijke fout van de doelverdediger. Kan je niet echt zwaar aanreiken, want daarna heb je toch wel wat redelijke reddingen verricht. Ja, dat was de eerste zelf. Ja. Ja, weet je, maar daarvoor kwamen er al, was er al een situatie waar we al dat schot hadden kunnen blokken. Hè? Want daar laten we hem heel makkelijk binnen doorkomen. En dan staat hij even goed tussen, staan we 4-2. En dan is hij via een voet, wat hij ongelukkig valt misschien. Maar ja, goed, hij had hem vandaag kunnen hebben. Maar ja, goed, het zij zo. Tweede helft hebben jullie verloren met 1-0. Ja, kijk, weet je, ik zei de tweede helft ook in de rust. Ik zei van ja, jongens, we kunnen 2 dingen doen. We kunnen zeggen van oké, we laten ons tikken en we laten de kop hangen. Maar ik heb wel in ieder geval een elftal gezien dat er toch voor elke meter vol wil vechten. Alleen ja, of je nou 4-0 voor staat of 4-0 achter staat en de tijd dat tikt weg. Ja, dan is op een gegeven moment de pijpen heel snel leeg.